Nou, in deze video ga ik vloggen. Ik maak deze vlog voor Pharma Wars. Ze doen een winactie en het leek me wel leuk om mee te doen. Dus ja, laten we beginnen. Ik ga deze nu eventjes op de wei zetten. En ga ik nog even muesli met elektrolyten en lijnzaadolie. En knoflookpoeder voor de klaarmaken. Dat is ook van de Pharma Wars. Kom eens mee. En de elektrolyten vind ik heel fijn, omdat... Ja, ze zweet gewoon echt veel minder erdoor. Ze zit ook wat beter in de vel. Ze zit nu altijd met haar hoofd in de emmer. Heel irritant. De lijnzaadolie is omdat ze nu heel moeilijk poept. En ja, we zijn pas 2-3 dagen mee begonnen, maar daardoor gaat het wel beter. Dus ja, ik ben heel tevreden met de producten van Pharma Wars. Daarna geef ik altijd ongeveer 3/4 muesli en ja, ook weer in de emmer van Pharma Wars. Gewoon, de emmers zijn lekker groot en dat is wel handig voor Daza. Ik geef ongeveer altijd 25 gram per dag van knoflookpoeder en dat meng ik dan gewoon door de muesli. Geef ik er gewoon een klein beetje lijnzaadolie, omdat ze 2 keer per dag krijgt. Ik geef ook 15 gram elektrolyten, want dat is aanbevolen voor paarden. Even kijken of die scherp staat. Ja, 2 maatschappjes per dag en dan 15 gram. Nou, dit is ongeveer wel 15 gram. Ja, je ziet het niet echt, maar hier wel. En dan meng ik er ook gewoon doorheen. Wat ik ook heel fijn vind van de Pharma Wars is dat ze gewoon heel duidelijk aangeven hoeveel je een paard moet geven en zo. Dus dat vind ik wel heel fijn. Wat ik ook fijn vind van de Pharma Wars is dat het allemaal natuurlijk is en geen suikers bij toegevoegd en zo. En dan weet ik zeker dat ik mijn paard geen onzin voer. Nou, ik ga er nu de emmer met muesli en wat snoepjes voeren. En ja, dat vindt ze wel lekker. Nou, je krijgt een stroomstoot, zeker. En de Pharma Wars is alweer goedgekeurd door CC Daza. Bedankt voor het kijken naar CC en mij.